Welkom bij de Cultuuragenda. Dit is onze zomereditie. De zomervakantie staat voor de deur. En daarom beginnen we ook meteen met Ingrid Saaier, die ons gaat vertellen over de Zinder Zomerweek. Hallo Ingrid. Hey Nienke. Wat staat er, wanneer begint de Zinder Zomerweek? In de eerste week van de zomervakantie hebben we voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar superleuke activiteiten. We starten 11 juli op maandag met een lipdub en we eindigen vrijdag 14 juli met een badjesdag. Wat is dat? Wat houdt dat in? Daarbij komt de brandweer langs. Alle kinderen kunnen met een zwembadje komen naar Zinder. Die pompen we dan op. Dan komt de brandweer en die gaat die badjes vullen. En vervolgens hebben we nog een leuke aquarobics activiteit. En de kinderen kunnen gewoon lekker zwemmen. Ik heb ook iets gehoord over een knikkerbaan. Ja, we gaan knikkerbanen bouwen. Dat is vanuit bouwsels. Komen ze met een hele kar met hout, schroeven, boren. Alle kinderen gaan dan hun eigen baan bouwen met flessen en weet ik veel wat allemaal waar die knikkers doorheen gaan rollen. Dat gebeurt zo uit mijn hoofd op woensdagmiddag. We gaan ukulele spelen. Er is een summer sing in met een koor. We gaan buiten schilderen. Een lipdub wordt er weer gemaakt. De bibliotheek organiseert twee activiteiten. Leuk. En in principe is alles te zien op www.zinder.nl. En in principe, als de ouders, de kinderen tot 12 jaar, kunnen leuk aan een activiteit meedoen. En dan kunnen de ouders in het café lekker een kopje koffie drinken. Ja, dat zou ik zeker doen. Of ja, een wijntje. Of een wijntje. Of bitterballen. Mag ook nog. Ja, oké. Okay. En Ingrid, jij hebt een klein zoontje. Dat klopt. Ga jij zelf nog naar een activiteit toe? Nou, hij is nog wat aan de kleine kant. Maar ik ga stiekem even met hem kijken bij de voorstelling over de mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Ah. Dit is een voorstelling van meneer Monster en het wordt lachen, gieren, brullen. Dus ik ga toch stiekem even met hem kijken. Ja, en ik begreep dat als het goed weer is, dat die voorstelling misschien buiten plaatsvindt. Ja, de bedoeling is dat hij in principe buiten gaat plaatsvinden op het John van Burenplein. Ja. Ingrid, je bent nu eerst nog heel druk met de Zinder Zomerweek. Ja. Dan heb jij zelf ook even vakantie. Gelukkig wel, ja. Maar daarna gaat het weer los. Man, we gaan echt weer als een malle van start met de open dag, die ondertussen wat meer vorm aan het krijgen is. We gaan van 10 tot 10 de hele dag cultuurbedrijf Tiel op de kaart zetten dit jaar. We starten met rondleidingen door de Agnietenhof, een backstage tour met allemaal verrassingsoptredens die eindigen in Zinder. In Zinder is vanaf 10 uur ook van alles te beleven. Proeflessen, workshops zijn er overdag te doen. Op het plein, daar is een paradeachtige sfeer waarbij iedereen welkom is om lekker te hangen, een drankje te doen, te kijken naar optredens. En dan hebben we ook nog een tof avondprogramma waarbij we starten om 7 uur met het Klapstoelcabaret. Anderhalf uur lang super upcoming cabaretiers die de mensen hopelijk laten lachen. In de zaal is er een Beep Talk special waar een gast voor wordt uitgenodigd vanaf 7:30. En we sluiten af met de kick-off van het STIP-programma. Wat leuk. En dat is eigenlijk de dag waar je moet erbij zijn. Nou, dit wil je echt niet missen. En je kan overal wel rondlopen, kijken. En, sowieso kun je gewoon komen. Je kunt overal voor inschrijven op de dag zelf nog. Of een kaartje kopen. Of je denkt, hé, ik wil toch naar een rondleiding in de Agnietenhof. Loop je hier naartoe. Alles is mogelijk. En Ingrid, voor ik het vergeet, welke datum moet ik blokken in mijn agenda? 2 september 2023. Oké, ik ga hem meteen even inschrijven. Ja. Dankjewel. De Cultuuragenda met Nienke van Zwam. Charlotte, we hebben van Ingrid van alles gehoord over de Zinder Zomerweek. Hartstikke leuk voor de jonge kinderen. Maar wat moeten de senioren doen deze zomer? Ja, nou, de senioren hoeven niet stil te zitten deze zomer. En misschien leuk om te weten, bij ons ben je vanaf 55 plus al een senior. Maakt dat de doelgroep meteen een stuk groter is. Dus Nienke, jij kan... Nee, bijna. Ja. Nee, er is van 17 juli tot en met 17 augustus is er van alles te doen in Zinder. Bijna elke doordeweekse dag kun je een workshop volgen. Er zijn een aantal workshops die lopen al behoorlijk vol. Maar er zijn ook een paar waar echt nog wel mensen bij kunnen. Wat bijvoorbeeld al heel goed loopt, is de zangworkshop door Janine. Lekker liedjes zingen samen. Ja. We hebben er nu voor gezorgd dat er meer mensen bij kunnen. Dus er kan een grotere groep meedoen. En wat voor liedjes gaan er gezongen worden? Nou, ik heb gehoord liedjes van Boudewijn de Groot, Cat Stevens. Maar ook samen leuke kanon zingen hoort daar natuurlijk ook bij. Ja. Ja. En Janine is een hele leuke docent. Ja, dus die neemt iedereen naar mee. Ja, en je weet, zingen is goed.
zingen is gezond en zingen maakt je blij. En ja, het is heel verbindend, zingen. Ja. Dus daar kunnen mensen zich nog voor inschrijven? Daar kunnen mensen zich nog voor inschrijven. Wat ons opvalt bij de inschrijving is dat mensen nog een beetje terughoudend zijn in inschrijven voor de wat meer digitale workshops. Wat eigenlijk jammer is. Mijn moeder, zeker 55 plus, ja, zou daar totaal geknipt voor zijn. Nou, en dan kan ze bijvoorbeeld terecht bij de workshop filmen met je smartphone. Je hebt echt geen ervaring nodig. Je hoeft niet eens je eigen smartphone mee te nemen. Onze nieuwe docent Annelotte Verhagen gaat met je aan de slag 2 uur lang. En ik weet zeker dat je na 2 uur denkt, nou, ik ben blij dat ik mee heb gedaan, want ik heb echt weer iets geleerd. En ik kan weer iets meer met mijn telefoon dan ik daarvoor kon. Ik ga mijn moeder zo na de opnames inschrijven. Ja. Er is ook nog, je kan je ook inschrijven voor volgens mij ook alle cursussen van Zinder. Klopt dat? Ja. We hebben een aantal workshops schilderen in allerlei thema's. Ik moet wel zeggen, 2 daarvan die zitten al bijna vol. Dus dan zou je echt even snel nog op de site moeten kijken wat mogelijk is. Er zijn wel nog plekjes bij de workshop schilderen op canvasdoek. Die bieden we 2 keer aan. 1 keer in juli en 1 keer in augustus. In de eerste workshop gaan ze aan de slag met bloemen schilderen. De zonnebloem staat centraal. En de tweede workshop Delfts blauw schilderen. Ja. Dus een maand lang kunnen de senioren echt van alles meemaken en leren in Zinder. Ja, elke Wil je dag. Nog misschien... Nou, wat leuk is om nog even uit te lichten. Dat is ook een nieuwe docent, een nieuwe fotografiedocent. Richard Hulshof. Die geeft een workshop, een fotografieworkshop, Spelen met licht. En het bijzondere daaraan is dat gaat plaatsvinden in de Zinderzaal. Dus we doen de gordijnen dicht, het wordt helemaal donker. En nou, door te spelen met licht en fotografie krijg je natuurlijk hele bijzondere effecten. Dus dat is wel een leuke om nog even... Nou ja, als ik 55 plus zou zijn, dan zou ik ook... Ik zou me ook inschrijven. Ja, precies. En wat ook misschien fijn is om te weten, volgens mij gaan de temperaturen weer stijgen. In Zinder is het altijd koel. Ja, kan ik beamen. Is het goed vertoeven. Ja. Ja. En wat ook nog een leuke is om te vermelden, dat is de stoelyoga. Nou, je kunt je er iets bij voorstellen. Ik kan er me niet zo heel veel bij voorstellen. Nou ja, het is yoga op een stoel. Dus zeer kalm. En dan kan je 1 keer meedoen, maar ook 2, 3 of 4 keer. Die bieden we meerdere keren aan. Dus dan heb je een soort van klein reeksje in de zomervakantie. Wilt u meer weten over de zomerschool voor senioren? Café 0.0 besteedt er een hele nieuwe aflevering aan. Dus dan kunt u hierna doorzappen naar Café 0.0. De kinderen kunnen deze zomer worden beziggehouden, de senioren. Maar eigenlijk iedereen kan zich, als ik het goed heb, ook al inschrijven voor een nieuwe cursus. Want het nieuwe cursusseizoen staat online. Ja, vanaf 1 juni zijn we online met het nieuwe cursusaanbod. Veel klassiekers natuurlijk. Cursussen en lessen die u waarschijnlijk al gewend bent van ons. Allerlei soorten instrumenten. Danscursussen, theateraanbod. Je kan meer dan 25 instrumenten leren bespelen. Ja, bij klopt. Ja. Ja. Of je nou van klassiek houdt of meer van pop, rock of jazz. Eigenlijk is er voor iedereen wel iets. Ja. Dus Charlotte, iedereen moet naar www.zinder.nl gaan. Daar staat al het aanbod voor de senioren zomerweek of voor de cursussen. Ja, en dan, Zinder zomerweek en na de open dag. We beginnen eigenlijk eind augustus alweer, starten de nieuwe cursussen alweer. En vanaf september, dan gaan we gewoon full blast weer aan de slag. De cultuuragenda met Nienke van Zwam. Welkom Nico. Jij bent, als ik het goed heb, juryvoorzitter geweest van de cabaretprijzen. Die net bekend zijn gemaakt wie de genomineerden zijn. Wat houdt er precies in, de cabaretprijzen? Dat zijn dus inderdaad de hoogst haalbare prijzen op het gebied van cabaret in Nederland. En elk jaar bepaalt een jury welke voorstellingen daarvoor genomineerd worden. En voorstellingen die worden genomineerd in 2 zaken. Je hebt de Pulifinario. Ja. En de Pulifinario is de cabaretprijs voor de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling van het afgelopen seizoen. Dus dat is een behoorlijk hoogstaande prijs. Ja.
En de dan Oscar. Heb je nog, ja, precies, de Oscar. Ja. Want ja, hallo, we hebben het over de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling van het seizoen. En dan heb je de Nederlands Hoop. En de Nederlands Hoop is de prijs voor die meest getalenteerde en veelbelovende theatermaker, cabaretier. Is een beetje aanstormend talent. Ja, klopt, klopt. En, want je zei, de Polifenario gaat over een voorstelling van het afgelopen seizoen. Ja. Maar als ik het goed heb, die spelen ook vaak nog wel een nieuw seizoen. Dan gaan ze verder in reprise. Ja. Heel veel artiesten spelen hun voorstelling twee seizoenen. Omdat ze natuurlijk, we hebben heel veel theaters in het land. En we hebben gelukkig heel veel cabaretliefhebbers. Hier ook in Tiel en omgeving. Betekent dat artiesten inderdaad op tour gaan met hun voorstelling langs alle theaters. En daar zijn ze over het algemeen twee seizoenen mee bezig. Een voorstelling gaat eerst altijd in try-out. En dan gaat de jury dus alle voorstellingen beoordelen. Die gaat alle voorstellingen bekijken, ook in het land. En aan het eind van dat seizoen, en dat is dus inderdaad deze week geweest, maken zij dus bekend welke voorstellingen er genomineerd worden. Voor de Polifenario, meest indrukwekkende voorstelling. Of voor de Nederlandse Hoop, voor veelbelovende maker. En ik vind het natuurlijk ontzettend tof dat bijna alle genomineerden of het afgelopen seizoen hier al in nog niet of hebben gespeeld. Ja. Of juist komend seizoen nog naar ons theater komen. En daar zitten echt pareltjes tussen. En heb je zelf een, ik weet niet of je dat mag zeggen als theaterdirecteur, maar heb je een favoriet waarvan je denkt, nou. Nou, ik was dus voorzitter van de jury in de afgelopen 5 jaar. Ik ben dus dit seizoen niet langer lid van de jury. Maar ik kan wel zeggen dat de lijst met genomineerden, 9 van de 10 die erop staan, zouden ook mijn keuze zijn geweest. Dus ik vind ze sowieso allemaal even mooi. Ja. Ik heb dus ook wel mijn favorieten in elke categorie. Want de Polifenario, die prijs voor die meest indrukwekkende voorstelling, die kent 3 categorieën. De categorie entertainment, de categorie engagement en de categorie kleinkunst. En in al die 3 categorieën zitten voorstellingen die komend seizoen hier nog te zien zijn. Ja. En daar zitten echt toppers bij. Zoals bijvoorbeeld de voorstelling van René van Meurs. Ja. Stond afgelopen seizoen hier al. Dak ging eraf. 800 mensen gierend van het lachen in de stoelen. Dus die komt nog een keer terug in oktober. En er zijn nog wat kaarten voor te krijgen. Er zijn nog wel wat kaarten voor verkrijgbaar. Een andere echt hoogtepunt van dit seizoen is Comolfo. De Vlaamse broers Raf en Micha Walshaerts. Die komen met de nieuwe voorstelling Grind. In april volgend jaar pas naar Agnito. Maar het wachten waard. Absoluut fantastisch mooie voorstelling. In oktober worden volgens mij de definitieve winnaars bekendgemaakt, toch? Klopt. Maandagavond 9 oktober in Diligentia in Den Haag worden de winnaars gekozen. En dan weten we dus inderdaad welke winnaars wij komend seizoen gaan verwelkomen. Nou, dan bespreken we dat nog bij de cultuuragenda in oktober. Helemaal goed. En er is ook nog iets anders, want hè, je mag daar ook even vakantie vieren. Maar vanaf september gaan ook de stipvoorstellingen van start. Ja, een nieuw initiatief waar ik echt apetrots op ben. Voor het eerst werken we in de Rivierenland samen met de 6 podia. De Franse School en de Gelderlandfabriek in Culemborg. De Poortrijen Zaltbommel, de Pluk in Geldermalsen en het Herenlogement in Beuzeghem. Met elkaar hebben wij een theaterprogramma samengesteld voor ieders portemonnee. Want wij vinden dus inderdaad met z'n allen dat theater bereikbaar moet zijn voor echt iedereen. Dus ook voor alle mensen met een minder gevulde beurs. En dat betekent in ieder geval hier in Tiel, bij het cultuurbedrijf, dat wij vanaf zaterdag 23 september en dan elke zaterdagavond theatervoorstellingen aanbieden. En echt een te gek programma vol met geweldige cabaretiers, sowieso heel veel cabaret. Want ik denk dat er gewoon meer gelachen mag worden. Muziek, dans en toneel. Voor eigenlijk wat jij kan betalen. Dus je kan voor €2,50 bij een geweldige cabaretier op de stoel zitten. Je kan voor €5 bij een toneelproductie gaan zitten. Jij bepaalt wat je betaalt. Ja. Elke zaterdagavond in de kleine theaterzaal van Zinder. En nu op dit moment inderdaad via de website van Agnietenhof en van Zinder te reserveren. Ja. En het is echt uniek, die samenwerking met die podia en het pay what you can principe. Ja, nou, samenwerken is natuurlijk sowieso, dat is niet uniek. Maar ik ben wel heel blij dat die hier in Rivierenland tot stand is gekomen. Wat wij doen met het pay what you can principe. En dat kunnen we dankzij de steun van de 8 betrokken gemeenten en de provincie Gelderland. Dat is wel een uniek concept. Een volledig theaterprogramma bij al die 6 deelnemende podia voor jouw portemonnee. En ik begreep dat het ook vooral aanstormende talenten zijn. Dus dan kun je bij Stip alvast die
Polyfinari, Nederlands Hoop. Gaan we die daar zien? Ja, nou, het is heel leuk, want een van de genomineerden voor de Nederlands Hoop op dit moment al, Christian van Eikelenburg, die staat met zijn voorstelling Drift komend seizoen in de kleine zaal van Zinder in het stipprogramma. Dus de eerste genomineerden hebben we al binnen. Hey, wat lekker. Ja. Fijne zomer. Dankjewel. En dan zien we je weer fris en fruitig in september. Zaterdag 2 september ben ik natuurlijk van de partij. Natuurlijk, je bent bij de Open Dag. Open Dag, hier in Agnietenhof. Geweldige rondleidingen met fantastische artiesten. Kan je er eentje... Nou, in ieder geval Roel Zevenburg, muzikant, comedian, die treedt sowieso op. Okay. Maar ook hier, op deze plek waar wij nu staan, in de artiestenfoyer van Agnietenhof, vindt een heel verrassend optreden plaats. Okay. De Cultuuragenda met Nienke van Zwam. Deze aflevering is heel speciaal, want we hebben een nieuw gezicht. Het is onze filmprogrammeur, Vienti Metiari. Hallo. Hallo, welkom. Hoi, dank je. Vienti, hoe moet ik het filmhuis noemen? Officieel is het Filmtheater Agnietenhof. Filmtheater Agnietenhof. Ja, klopt, ja. En jij staat aan het roer van Filmtheater Agnietenhof. Ja, klopt. Sinds maart eigenlijk heb ik het stokje overgenomen. En eens in de twee maanden draaien we films. Op de dinsdag en de woensdag. En vanaf september komt daar de zaterdag bij. Dus 3 keer in de week minimaal films te zien in Filmtheater Agnietenhof. En is het zaterdagavond? Ja. Of zaterdag? Ja, nee, zaterdag gewoon in de avonden. Ja. Wie is jouw favoriete regisseur? Christopher Nolan. Dus die komt deze zomer met een nieuwe kaskraker, hopelijk Oppenheimer. In de hoop dat we hem kunnen boeken. Dat is altijd maar de vraag. En dat blijft nog even geheim tot ongeveer begin september. Dus begin september, dan maak jij je nieuwe filmprogramma bekend? Ja, dan wordt het filmprogramma van september en oktober bekend. Want we gaan altijd in blokjes van 2 maanden. Okay. Zodat we goed up-to-date blijven met de nieuwste films. Vienti, jij bent naast filmprogrammeur ook voorzitter van de commissie Sfeer en Meer. Ja, dat klopt, ja. Dat is een eigen comité wat opgericht is met verschillende mensen van verschillende afdelingen. Om de Agnietenhof een beetje op te leuken. Dus zowel eigenlijk voor wat de bezoeker wel ziet en wat de artiesten zien. Dus eigenlijk front of house en backstage proberen we dat allemaal aan te kleden. Dus dan denken mensen misschien dat theater ligt helemaal is dicht, er gebeurt niks deze zomer. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Inderdaad, we zijn voor bezoekers inderdaad dicht, want we hebben geen theatervoorstellingen of films meer. Maar achter het scherm zijn we dus druk bezig met de voorbereidingen eigenlijk voor komend seizoen. En wat is het pronkstuk van de commissie Sfeer en Meer? Er komt een hele nieuwe vloer in te liggen. Oh. Dus de Agnietenhofgangers zijn wellicht bekend met de witte vloer eigenlijk, die lekker glanst. Daar komt een nieuwe voor in de plaats, met een patroontje erin. Oh. Dus, dat wordt waarschijnlijk weer de eyecatcher. En welke kleur? Mag je daar al iets over zeggen? Een lichte kleur wel. Een lichte kleur? Ja. Maar dat is natuurlijk de eyecatcher als je binnenkomt. Zeker. En we doen wat aan de bewegwijzering en wat meer kleur in de foyers aanbrengen. En ook meer de andere foyers erbij te betrekken, want je komt natuurlijk ergens binnen. Maar we hebben veel meer foyers, dus daar willen we eigenlijk ook de bezoekers naartoe trekken om lekker een drankje te doen, et cetera. Nou, ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien na de zomer. Ja, nou ja, kom vooral. Laat me weten als ik nog ergens moet verven of... Doen we zeker. Oké. De Cultuuragenda met Nienke van Zwam. Zoals u heeft kunnen horen, wij zitten helemaal niet stil van Cultuurbedrijf Tiel deze zomer. Dus kijk op onze website voor de Zin de Zomerweek, voor de Seniorenzomerweek, voor het nieuwe cursusaanbod. Ga alvast op die strandstoel even kijken welke voorstellingen u gaat bezoeken in Agnietenhof. Dat kan hier op onze websites zinder.nl en agnietenhof.nl. En dan hoop ik u deze zomer te zien of anders na de zomer.